Yes! Het is 2 april. Dat betekent dat we 1 april overleefd hebben. Ik wilde gisteren misschien nog een soort geintje in het vlog uithalen waarin ik zei, hey Jelle, kom terug. Alleen ik dacht, jullie met al jullie avatars en jullie tere kinderzieltjes kunnen dat misschien niet aan. Dus die heb ik maar, die heb ik jullie bespaard. Dat ontzettend hilarische grapje wat ik dan had gemaakt. En het is vandaag natuurlijk woensdag, dus tijd voor een nieuw vragenvuurtje. En met de V tussen aanhalingstekens is denk ik nu wel de officiële naam voor deze rubriek. Maar voor ik met jullie vragen ga beginnen, eerst nog eventjes, en ik werd daar gisteren op gewezen, natuurlijk eventjes iemand feliciteren. En dat is Kevin Gaucho, die zomaar eventjes alle records van de Metal Gear Solid Ground Zeroes Challenge wist te breken. Hij is zelfs eerste geworden, begreep ik, in de, van de hele wereld met de snelste tijd in de Deja Vu missie. Hij heeft beloofd dat hij het vandaag in de comments gaat zetten. Ik ben super benieuwd. Ik geloof dat hij echt 44 seconden of zo rond wist te spelen. En ik wil zo graag weten. Kevin, je kijkt. Ik weet het. Hoe heb je dat gedaan? Laat het weten in de comments. Vul ons in. Ik heb je adresgegevens inmiddels. Dus je krijgt die Diablo Special Edition. Komt jouw kant op. En de Kubrick's poppetjes van San Andreas. Of de Kubrick's doosje. Ik weet zelf niet eens precies wat erin zit. Maar je hebt dus gewonnen. Gefeliciteerd daarmee. En dan gaan we nu over naar de vragen. En iedereen die het een beetje bijgehouden heeft, weet natuurlijk dat ik de hele tijd de vragen van Mr. Shaker vergeet. Dus het is eindelijk zover. Hold on to your horses. Hier komen ze dan. Zijn eerste vraag is, de Xbox One en PS4 zijn uit en we zien nu al dat bepaalde games niet op 1080p draaien of niet op 60 frames per seconde. Had je niet meer verwacht van de hardware van de nieuwe consoles na de gigantische kloof in tijd tussen deze en de Xbox 360 PS3? Natuurlijk moeten ontwikkelaars nog wennen aan het systeem. Ik ben persoonlijk toch wel zwaar teleurgesteld gezien ik toch had verwacht nieuwe consoles wat meer zouden bieden qua hardware. Oh, dat was een hele mond vol. Wat ik daarvan vind, vraagt hij eigenlijk, of vraagt hij het helemaal niet? Hij vraagt zo, had ik niet meer verwacht van hardware? Nee, nog niet. Weet je, ik loop natuurlijk al een tijdje mee. Ik heb ook de eerste games, de eerste generatie games, zijn altijd een beetje mwah, ten opzichte van wat er uiteindelijk komt. Kijk naar de PS3 of naar PlayStation 2. Dat zijn nogal best wel behoorlijke verschillen. En ik had ook in dit geval de kloof, zeg maar, ertussen, of de stap is nog nooit kleiner geweest. Kijk, van Super Nintendo naar PlayStation 1, daar gingen we echt van pixels naar polygonen, van 2D naar 3D. En dat is natuurlijk een wereld van verschil, weet je. PlayStation 1 naar PlayStation 2 was ineens zo van, holy fuck, wat is dit? PS2 naar PS3 was ook al, het verschil werd iets kleiner, maar nog steeds echt wel groot. En die verschillen gaan ook steeds kleiner worden als er nog nieuwe consoles komen, omdat nou, weet je hoeveel het kost om dingen te maken? Er is maar zoveel wat ontwikkelaars kunnen doen, weet je wel. Dus daar gaan we niet heel veel meer aan zien. En ik moet ook zeggen, die hele 1080p, 60 frames per seconde discussies, ik volg dat altijd wel. In de zin van, als mensen die er verstand van hebben erover zitten zeiken, probeer ik altijd een beetje erachter te achterhalen wat het precies is en hoe ik het ervaar. Alleen ik merk daar echt nooit een drol van. Ik heb niet door of iets op 50 of 55 of 60 frames per seconde loopt. En als ik een game aan het spelen ben die ik super tof vind en het hapert een keer, fuck dat, weet je. Ik lig daar echt niet wakker van. Ik moet wel zeggen, die 1080p shit, ik weet niet of dat een eerlijke vergelijking is. Maar ik weet wel dat bijvoorbeeld Call of Duty Ghosts op PS4 en Xbox One, dat echt wel allebei speelde en dacht van, wow, dat verschil is wel echt heftig lelijk. En ik weet niet of dat door die 1080p situatie komt, zeg maar. Als dat zo is, dan vind ik het wel echt best wel een relevant ding, wat ik best wel pijnlijk vind. En met Metal Gear Solid is het ook wel best wel een groot verschil. Maar ja, frame rates, dat soort dingen, dit soort technische shit. Als ik het niet echt zie in een game en als een game goed is, dan valt het me niet eens op. Dus het maakt persoonlijk niet zo heel veel uit. Ik hou me niet zoveel mee bezig. Ik denk dat er mensen zijn die er wel heel erg actief echt tegen of voor zijn of wat dan ook. Of daar echt een zware mening over hebben. Ik hoor daar niet bij. En ik had dus ook niet verwacht dat consoles iets meer zouden bieden qua hardware. Ik moet wel zeggen dat ik zo'n Second Son, Infamous bijvoorbeeld, weet je, ik weet net dat ik Killzone voor het eerst speelde en dat ik dacht van, wow, dit is zo extreem mooi. Het is niet normaal. En nu zit ik Second Son te spelen en iedereen zegt, wow, het is echt super, super vet. En ik vind het ook super mooi eruit zien. Maar niet dat ik zeg echt van, wow, dit is echt nu al fucking de shit waarvoor we zaten wachten op deze nieuwe consoles. Ondanks dat ik het echt een super mooi game vind. En ik heb er met Ground Zeroes ook wel toch alweer wel dat ik wel denk van, nou, dit is zo belachelijk mooi dat ik echt bijna gewoon, nou ja,
vieze uitspraken zou willen doen over hoe mooi ik het vind. Maar ik heb zoiets van, weet je, die shit die is er 4-5 maanden of zo, de nieuwe consoles. Ik verwacht nu nog niet dat er echt brute games gaan uitkomen die me echt weg gaan blazen. Ik verwacht dat een Naughty Dog straks als eerste gaat doen. Of een Order 1868. Of misschien een Halo. Dus daar ga ik even op wachten totdat echt tot ik het idee heb van, nou, nu gaat het echt fucking hard los. Net zoals dat de Xbox 360 bijvoorbeeld Oblivion nodig had om echt loeshoe te gaan. Jouw tweede vraag. Wat vind je van het feit dat Titanfall maar liefst 49 MB vraagt om te downloaden? Nou, ik vind daar niet superveel van in de zin van dat ik zelf Titanfall speel of met de Xbox One bezig ben. Aangezien ik gewoon even lekker wacht tot die in september gewoon in de winkels ligt. Dan haal ik hem ook in huis. En tot die tijd speel ik mijn games gewoon lekker op kantoor, op de redactie. En daarom ben ik ook niet echt nog dat ik heel erg merk van, oh, ik vind dit vervelend of dat vervelend qua user interface of qua gebruiksgemak. Omdat ik er nog niet superveel ervaring mee heb. Maar dat gezegd hebbende, 49 gig downloaden is natuurlijk wel een beetje zo van, holy fuck, dus dat is veel. Daar heb jij maar gelijk in. Hoe groot acht je de kans dat GTA 5 tussen haakjes nog dit jaar of uiteindelijk naar de PC gaat komen? Ik denk, als je kijkt naar wat Rockstar met 4 heeft gedaan, ik kan het me niet voorstellen dat hij niet naar de PC komt. Ik zal je sterker vertellen, ik kan me ook niet voorstellen dat die game niet naar de PS4 en Xbox One komt. Heb ik vanaf het begin af aangeroepen. Ik denk niet dat het een vraag is van wanneer. Ik denk dat het een vraag is van of, maar die twee omgedraaid. Dus ik denk niet dat de vraag is van of, maar ik denk dat de vraag is van wanneer. Maar wanneer het is, ja, weet je, het is Rockstar. En dat is ook je volgende vraag. Je zegt, wat vind je van het feit dat Rockstar sinds de release online hijs heeft beloofd en ze er nog steeds niet zijn? GTA Online lijkt langzaam dood te bloeden door het ontbreken ervan. Speel je de game nog wel eens online? Nee, ik speel de game niet online. Ik speel geen GTA online. Ik heb wel vrienden die er echt hardcore in zitten en die het allemaal super vet vinden. Ik weet dat er nog geen hijs in zitten. En ik zal je vertellen, ik weet ook, weet je wat het is? Kijk, Rockstar heeft niet gezegd van, hey, je gaat online en over 3 weken brengen we heists. En ze hebben wel gezegd, we gaan heist brengen. En het is weer een beetje hetzelfde als Blizzard en wat Rockstar altijd doet, weet je wel. It's done when it's done. En kijk, dat het er nu niet in zit en dat je wel online gaat spelen met de verwachting van de komen heist, het wordt vet. Daarvan denk ik wel van, ja, ik snap best wel dat je dan denkt van, nou, dat is best behoorlijk naadje. Want je zit op die shit te wachten en hij komt niet. Dat is kut. Aan de andere kant zou het nog kutter zijn als ze er wel al waren. En het was gewoon geflikker aan om die hijs te spelen. Dus wat dat betreft zou ik zeggen, even geduld. Ja, wat ik zeg, ik speel het niet, dus ik kan niet. Het is een beetje verhaal met al je vragen dat ik denk ik niet de juiste persoon ben om al deze vragen te beantwoorden. Want ze liggen niet echt in mijn straatje. Maar ik zou zeggen, hou vol of, weet je, of stop en wacht tot die hijsen zijn. Ga kijken wat je er dan van vindt. Ik wil ook best wel een Rockstar vragen wanneer ze komen, maar dat krijg je toch niet te horen. Dus afwachten tot ze daarmee klaar zijn. En daarmee heb ik ook eindelijk de vragen van Mr. Shaker NL beantwoord. Ik heb hier ook een vraag van The Decider. Wie kent hem niet? Vraag 1. Nederlands trots, Age of Wonders 3. Heb ik mogen bespreken voor een andere website? Ik had verwacht dat deze groots opgepakt zou worden door andere media, maar ik vind maar sporadisch, bla bla bla. Age of Wonders 3, ja, hij is uit. En ik zag toevallig vandaag ook op gamer.nl, waar ik natuurlijk ook voor schrijf, een recensie verschijnen. Daar kreeg hij een fucking 9. En het dopen aan Age of Wonders 3 is die game die wordt in Delft gemaakt door Triumph Studios. Tenzij ik het echt helemaal mis heb, maar ik geloof dat dat het geval is. Die waren echt super laai. Die zeiden echt van, nou weet je, het is strategisch vet. En er zit diepgang in. Je eigen speelstijl, qua instelling kun je alles instellen. Super tof allemaal. Dus die game krijgt overal, sorry, hij wordt overal ook wel echt super goed ontvangen. Dus ik denk dat Age of Wonders 3 het gewoon lekker gaat doen. En ik moet je hebt gelijk. Ik heb op Inside Gamer nog geen recensie gezien. Ik zal eens even na het opnemen van deze vlog checken wanneer die gaat komen. Of die gaat komen. En dan gooi ik dat wel even in de comments eronder nog. Maar ik weet nog van niks in ieder geval. Ik weet dat die op Gamer staat. En daar krijgt hij echt een badass hoog cijfer. Sowieso is Gamer niet zo snel van de negens en dat soort dingen. Dus als ze een Gamer 9 geven, wil dat ook wel echt iets zeggen. Hele toffe recensie. Kun je ook gewoon daar lezen. Ik zie ook dat je zegt embargo vorige week. Ik weet ook niet of die uit is. Heb je zelf iets met deze serie? Vraag je nog aan me. Nee, ik speel eigenlijk geen turn-based dingen. Alleen Heroes Might Magic.
die ik episch vind, wat het laatste deel was. Meh. Maar het is niet mijn ding, man. Ik ben niet zo'n PC-speler sowieso. En daarom is Age of Wonders ook niet mijn ding. Maar hij krijgt wel goede cijfers. Dus hopen dat er iets gebeurt in Nederland. En de tweede vraag die je hebt, en die ik ook al in de comments terugvond, was: hoe staat het met Holland's Next IG-redacteur ideeën? Nou, het staat als volgt, want ik had al gezegd natuurlijk van, nou, als we het gaan doen, gaan we het, weet je, over een tijdje doen, misschien in de zomer of zo. Het is nog geen zomer, ondanks wat het weer misschien doet vermoeden. En ik moet ook nog even met de jongens overleggen, wat wel al is gebeurd, is dat ik echt heel veel mailtjes heb binnengehad van mensen die zeiden, ik vind het een tof idee, ik weet niet of ik zelf mee zou doen, maar het lijkt me wel echt tof. En ook ideeën van jullie, die zeiden van, nou, weet je, het moet wel een integer iets zijn en niet zo van, oh, kijk, deze guy, die schrijft, ik word met een D, haha. Loser, oké, was een grapje, stuur DT. Of niet? Je weet het niet, hè? Maar het moet wel echt gewoon iets goeds worden, iets tofs. En jullie hebben zoveel gereageerd dat ik wel denk dat er echt heel veel animo voor is. En ik denk ook dat, dat we het moeten gaan oppakken. Dus ik heb er wel, wat dat betreft, heb ik er vertrouwen in. Ik heb natuurlijk al in het begin gezegd van, nou, als niemand er echt op reageert, van, het is tof, doen we het sowieso niet. Maar de reacties die leiden er wel toe dat ik denk van, nou, we moeten misschien wel echt wel heel groot gaan oppakken. Misschien wel met mensen uit de industrie die ook soort van juryleden zijn. Maar dat is iets wat ik eventjes met onze hoofdredacteur Martin ga bespreken. TZT, voorlopig verwacht niks sowieso. Want als we dit doen, zeg ik al, dan gaat het over een tijdje worden. Dus dat is jouw vraag. Hier heb ik de RM Niels weer. En hij vraagt, je leek blij met je Yakuza Ishin in je vlog. Wat is het doel van het spel? En hij zegt zelfs dat er geen narratief doel in Yakuza 3 en 4 leken te zitten. Die hij sporadisch had bekeken. Ik zweer het je, qua verhaallijn staat Yakuza 4 in mijn top 3 van best geschreven, meest diepgaande verhalende series alle tijden. Ik heb daar Metal Gear in staan, ik heb daar Legacy of Kain in staan, die staat bovenaan. En ik heb Yakuza Ishin 4, het is een misdaadverhaal en het spant echt over 25 jaar tijd. En het is gewoon zo'n goed geschreven misdaad thriller. Het zou gewoon een boek slash The Wire kunnen zijn. Het is, oh jongens, als je gewoon Yakuza is de game met het verhaal wat je wil volgen. En er zitten inderdaad minigames in, er zit vechten in, er zit open wereld shit in. Het is een beetje Grand Theft Auto-achtig zonder hekel autoshot. Het is meer Double Dragon, open wereld. Best wel ooit, zo'n beetje. En daarom ben ik dus blij met Yakuza, maar ik weet van mezelf, weet je, ik ga eerst in streamen volgende week. En dan, het enige wat ik niks van meekrijg is het verhaal, dus dat gaat toch wel misschien een beetje kut en bedroevend zijn. Heb je de teaser trailer van Draugen? Ja, dit vind ik dood, dat je dit vraagt. Draugen of Drogen is een nieuwe game en een nieuwe horror game. Gisteren de teaser trailer gereleased of eergisteren. En RM Niels vraagt, het is weer een of andere survival horror, ben je dat ook onderhand niet beu? Nee. Ik ben survival horror nooit beu, want ik vind het is een van de genres die me echt het dichtst bij mijn hart ligt. Ik vind het ongelooflijk tof. B, deze fucking game komt gewoon van Red Thread Studios. En dat is natuurlijk de studio die Dreamfall Chapters op dit moment aan het maken is. Dat is ook de studio van Ragnar Thunquist, die de Dreamfall Games gemaakt heeft. Wie vorig jaar, of nee, wat zeg, wie zeg maar afgelopen E3 is het game in tv gevolgd heeft, weet dat mijn mede-presentator, presentatrice Tess echt zwaar fan is van Dreamfall. Ik had een ontmoeting met haar geregeld, ook met die Ragnar Thunquist, om over chapters te praten. En ik vind die gast zulke goede games maken. Hij is zo'n ontzettend goede schrijver en hij breekt echt wel potten als het aankomt op vette verhaallijnen. En daarom, als hij een survival horror game doet, dat zijn gewoon een soort van twee werelden die me absoluut aanspreken, die samenkomen. Buiten dat teaser trailer was natuurlijk kut. Ik heb echt snapte een flikker van wat er gebeurde, dus dat was jammer. Maar die game, episch. Je vraagt ook, hoe sta je tegenover de opwaardering van games, net als Metro 2033, Last Light, komen natuurlijk naar PS4, Xbox One. Vind ik episch. Ik ben daar super blij mee. Weet je, Last Light heb ik op mijn PC gespeeld. Alles op max, alles op high. Het ziet er zo fucking lekker uit. En ik heb echt medelijden met iedereen die hele vette game op zijn PlayStation 3 of Xbox 360 heeft moeten spelen. Dus die mensen krijgen nu gewoon een hele mooie kans om dat nog een keer te doen. Ik heb het zelf bijvoorbeeld met Far Cry, die niet helemaal perfect liep op mijn PC. Far Cry 4 en Far Cry 3. Far Cry 2 was in Afrika. Far Cry 3. Is denk ik die vorige keer uitgekomen. Ja, inderdaad. Far Cry 4 gaan we pas deze E3 zien.
Tipje van de sluier. Maar Far Cry 3 dus, die als hij naar de PS4 komt, dan haal ik hem meteen, man. Dat is echt, ik vind het zoiets tofs dat mensen die ingehaald zijn door PC aan het einde van de vorige generatie, of tenminste dat echt wel games heel erg grote verschillen tonen, dat die op deze manier op de PS4 toch nog achter een console kunnen blijven zitten en die games kunnen ervaren. Jij vraagt ook, misschien komt er een nieuwe Deus Ex aan of wordt er een aangekondigd op T3. Zelf heb ik genoten van Human Revolution door mijn liefde voor cyberpunk. Ik vond Deus Ex niet echt super cyberpunk, maar wel een beetje. Maar word je blij van een nieuwe Deus Ex game? Ik zou je vertellen, ik denk dat Deus Ex het origineel, ja, ik zeg altijd best game altijd, maar het is in ieder geval de beste game van tussen zeg maar 2000 en 2010, van een decennium. Laten we het een decennium beste game noemen. Deus Ex, origineel zo bloed. En ik vond met Human Revolution zo belachelijk dat ze gewoon een game wisten te maken die niet onderdeed voor het origineel. En die toch heel erg hedendaags was. Ik had echt alles wat uitgevers zeggen van, hey, we blijven trouwen aan de originele hardcore groep, maar we willen ook een nieuwe doelgroep, bla bla. Ik kotst daarop als ik nog één keer dat kutverhaal hoor. Alleen deze guys van Eidos Montreal, die wisten dat zo ten hele. Human Revolution was zo ongelooflijk goed. Een nieuwe Deus Ex, tering, ik zou daar helemaal gek van worden als hij ook maar een beetje zo goed is als die vorige. Ben ik verkocht. Ik zal wel even je uit je droom helpen dat ik de kans dat er een nieuwe Deus Ex aankomt wordt LP3 echt is 1 op 30. Dus sorry daarvoor. Nog eentje dan. Story trailer Watchdog. Haha, leuke. Werd donderdag gepost. Heb je weer hoop voor dit spel? Of ben je niet zo'n graphics persoon die per se goede graphics nodig heeft? Ik zelf kijk best uit naar het nieuwe concept. En ik neem de graphics voor lief. Ja, ik heb het al eerder gezegd. Ik vind het echt fucking nice-ass. Met die trailer die gewoon niet overeenkomt met wat we uiteindelijk te zien krijgen. Dus dat vind ik wel naadje. Ik moet zeggen, ik heb vanaf begin af aan niet dat ik echt super warm liep voor Watch Dogs. Ik weet niet hoe het komt. Ik moet ook zeggen, ik heb de titel op E3 op de aankondiging gezien. Ik heb wat trailers gevolgd, maar ik ben nooit naar een event geweest van Watch Dogs. Ik heb de game nooit echt zelf gespeeld. Nooit echt presentaties gehad waarvan ik zei van oké, nu ben ik verkocht. Ik denk dat die hier moet liggen, man. En ik ben niet een graphics persoon in de zin van, als je een lelijke, kijk, Dark Souls 2 bijvoorbeeld is wel een scheidlelijke game. Ik vind hem fucking gruwelijk. Gaat zeker in mijn top 5 van het jaar komen. Kan niet anders. Maar aan de andere kant, als je een game hebt die er echt gruwelijk uitziet, dan wil ik ook wel voor de graphics alleen al met toffe fantasiewerelden zou ik door willen spelen daarvoor. Watch Dogs, ja, dit wordt voor mij er echt eentje. Ik weet dat jullie allemaal fucking hyped zijn. Of zijn geweest in ieder geval. Iedereen zat erop te wachten. Ik ben er nooit zo weer meegegaan. En ik twijfel, man. Ik zie hem wel. Ik ga naar Parijs, ga ik hem bekijken. En dan heb ik er waarschijnlijk een veel sterkere mening over, omdat ik dan iets te zeggen heb tot nu toe. Ik heb net zoveel van deze game meegekregen als jullie als gamers. Ik heb behind the scenes niks van deze game gezien. En ik ben absoluut nog niet sold, zeg maar. Dus dat. En dan hebben we hier ook nog weer onder. Dat was het wel. Nee, wacht. Ja, wel. Tof dat je ook gaat streamen. Dankjewel. Vorige 2 weken vond ik wel gezellig. Op dat laatste uurtje op vrijdagmiddag met Martin en zijn games. Ik heb het dus gemist. Aangezien ik in LA zat. Maar Martin heeft het waarschijnlijk dus weer leuk gedaan. En dat waren denk ik. Ja, dat waren ze een beetje wel. De vragen voor deze week. Zo, dit is echt mijn langste nog ooit. Ik heb een nieuw record gebroken. Dus ik ga stoppen. Sowieso, morgen. Ik zit er denk ik morgen een retro game ga doen. Dat lijkt me leuk. Zo'n soort van donderdag. Retro dag. Morgen misschien ook niet, maar dat zullen we dus mogen zien. Bedankt voor de vragen weer. Laat comments achter als jullie willen. Pam, jullie mogen zelf ook wel kiezen misschien welke retro game ik ga doen. Ik heb er een in mijn hoofd die ik heel graag wat aandacht wil geven. Maar misschien zeg je van je moet deze game doen. Of misschien hebben jullie vette ideeën. En dat was het. Het vragenvuurtje van deze week. En dan is het mij alleen nog te zeggen. Adieu.